op de Besterring staan we. En aanstaande maandag dan wordt het mobiliteitsplan binnen de gemeenteraad besproken. En ik wil graag de mensen vragen wat ze eigenlijk vinden van de mobiliteit en de manier waarop de bereikbaarheid in Tilburg. Hoe verplaatst u zich meestal? Meestal met de auto. En gaat dat goed? Ja, redelijk. Ja, ja. En hoe komt dat, denkt u? Nou, hoe komt dat? Ja. Omdat je zelf in Tilburg woont, dus je weet misschien dat alle stekjes en dingen gebeuren. Dus ja, ik heb geen fiets, dus ik heb altijd een auto. Op mijn fiets veelal. Ja, ik ben iemand die eigenlijk altijd de auto pakt. En in zoverre tevreden, ik raak hem altijd wel kwijt. Het meeste is wel met de auto. En soms ga ik ook wel eens met het OV. Meestal op de fiets, want met de auto is dikwijls een probleem. Hè? Vooral in de binnenstad. Maar ja, nou zijn we wel met de auto. En waarom vindt u dat een probleem? Ja, met het parkeren overal. Hè? Nou heeft de VVD-fractie, en daar ben ik lid van, die hebben zich heel druk gemaakt over de bereikbaarheid van de binnenstad en ook van andere wijken. Hoe vindt u dat dat geregeld is? Nou, ik vind af en toe met die cityring dat er allemaal inrichtingsverkeer is. En sommige wijken vind ik dat wel eens lastig. Maar het is wel zo tegenwoordig, nou, je navigatiesysteem hebt, je zet hem gewoon aan en je komt er wel uit. Rond de stad dan vind ik het wel eens een probleem, omdat inrichtingsverkeer is. Maar verder is het... vind ik het goed om te doen. Tilburg is goed te bereiken aan alle kanten. Ik vind alleen een nadeel dat alles voor de één richting is. Ik vind dat je veel te ver om moet rijden om ergens te komen. Maar wat vindt u van het streven van het college, wat nu volgende week maandag aan de orde komt in de gemeenteraad, dat 2/3 van de bewegingen in Tilburg te voet of per fiets gedaan zouden moeten worden? Nou, ik ben er zelf wel mee eens dat er voor korte afstanden wel mogelijk zou moeten zijn. Maar ik moet zelf ook eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook een schuldig aan ben, dat ik dat niet altijd doe. Nou, dat is wel goed. Alleen de auto's natuurlijk ook wel moeten er ook kunnen komen. Dat zou ik prima vinden. Ik hou nu van fietsen, dus zou voor mij een probleem zijn. Dit was het rondje over de markt in de Besterd. We kunnen zien dat er veel mensen zijn die zeggen van nou, te voet en per fiets vinden we geen probleem. Toch zijn er ook een hele hoop mensen die zeggen van er moet ook ruimte blijven voor de auto's. En dat zal zeker heel spannend worden als het winkelrondje er komt. De bereikbaarheid van de binnenstad is echt wel een item voor heel veel mensen. En daar willen ze ook echt wel dat ruimte blijft voor de auto. En het eenrichtingverkeer in de stad, daar maken ze zich ook redelijk zorgen om. Dit was Cecile Fransen van de VVD-fractie voor Tilburg Spreekt.